een veilige objecten. Nou, dat gaat even kijken hoe maak je veilig je gebouw tegen brand, tegen inbraak. Ja, oké. Okay, maar dingen. Ja, maar wat mijn vraag is, ja. Ik het af. Nee, maar ja. Wat wil je mensen meegeven die dus in de shit zitten? Ja. Zo, wij hebben weer lekker McDonald's, wil ik zeggen. Ja hoor. Piep! Lekker de Burger King gehaald. Goed job. Hamburgertjes zijn. Even kijken hoor, dit is dus de. Oh, die. Ja, dat is voor mij. Dit is de. Oh, dit is ook voor mij. Handig. Even kijken hoor. Dus deze voor jou? Jammer. Neem ik aan. Heel veel dingetjes, handig. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan is dit van mij. Yes. Cheers. Ja, eet smakelijk. Lekker. Ja. Lekker om de hoek en bij Anne. Anne. Lekker om de hoek bij André Hazes. Ja, leuk. Die woont echt hier precies achter. Leuk. Ja, dat is inderdaad leuk. Yummy. Ja, yummy. Ik doe wel even lekker mijn gordel los. Helemaal goed. Oké. Okay. Schat. Ja. Jij hebt jouw studie gedaan. Mm-hmm. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Ben je geslaagd? Of ben je volledig gezakt? Of nou, wat zijn ongeveer jouw cijfers? Nou, ik ben geslaagd inderdaad. Als in één keer. Ja. Mijn cijfers, dat varieert van het laagste cijfer wat ik heb gehaald. Is maar één laagste cijfer, is een 7. En wat andere, dat is meer en meer 8, 9 en een 10. Mm-hmm. 1, 10 trouwens. Ja. Helaas. Dus dat zijn mooie cijfers. Zeker. Ik ben ook blij dat het allemaal in één keer gelukt is. Mm-hmm. Ik heb een aantal vakken. Wettelijke kaders. Beveiliging van objecten. En waarnemen. Mm-hmm. Dat was de eerste drie. Dat was zeg maar het equivalent van het certificaat Beveiliger B. Mm-hmm. Als je die drie hebt, heb je gewoon een certificaat. Nou, prima. Ja, ja. Wat doe je ermee? Bijna niks. Mm-hmm. Het levert een vrijstelling op voor een diploma. Dus voor een diploma heb je ook nog twee keuzeonderdelen nodig. Plus je praktijkexamen, 4 opdrachten. Ja. Even denken, wat heb je meer nodig? Je moet een rapport schrijven. Mm-hmm. En je moet nog Nederlands en rekenen doen. Mm-hmm. En je moet ook nog twee opdrachten, nou, grote opdrachten, mm-hmm. uitwerken. Ja. Nee, maar als je het zo terug moet kijken van waar je bent begonnen. Ja. En je deed dus eerst cent. Nou, ik bedoel, cent to me. Dat is dus failliet gegaan. Toen had je nog PostNL. Ja. Toen had je dus een uitkering aangevraagd. Ja. En via hun ben je eigenlijk terecht gekomen bij waar je dus nu zit. Hoe, vanaf daar ja. tot nu, hoe heb je dat ervaren? Nou goed, uitkeringen aanvragen is natuurlijk ook van oké, dat is niet leuk, maar goed, je hebt wel geld nodig. Uh-huh. En daarna krijg je dus een sollicitatieplicht. Oké, je gaat overal solliciteren en overal afwijzingen. Uh-huh. Dan krijg je een uitnodiging van kom eens even langs en praten. Nou, een topman bij het UWV, uh-huh. zeldzaam. Ja. De tweede keer was het zo van nou. Er is een banenman, die zit daar ergens apart. Kijk even kijken of hij nog is. Loop je terug. Ja, hij is er nog. Ga daar maar even praten. Mm-hmm. Nou, dan zeg ik, nou, wat wil je nou? Zeg maar, ik wil pakketten doen, ik wil veiliging en ik wil graag ICT. Nou, daar ging je mee aan de slag. Kan je cv opsturen. Zeg, ja, het zit al in de cv-database van het UWV. Nou, stuur nog maar een keertje naar mij persoonlijk. Prima. Mm-hmm.
Dus ik kreeg een bepaald moment een mail van hem. Dan kan je cv aan mij opsturen. Hier is mijn mailadres. Nou, dat heb ik gedaan. En niet heel veel later belt hij mij terug van er is een... even denken. Er is een banenmarkt iets. Van, ja, markt niet echt. Maar een kennismakingsdag of iets dergelijks bij Securitas. Wil je daar naartoe? Ik zeg, tuurlijk, meteen. Kom maar. Dus ik denk, nou, beveiliging ook wel leuk. Hè? Je weet niet van, oké, beveiliger. En je ziet wat beveiligers doen. Een beetje rondhangen. Uh-huh. En rondlopen. Ja, je ziet natuurlijk de winkelsurveillance. Dat zie je het meeste. Uh-huh. Maar wat doet de gewone beveiliger nou? Die zie je eigenlijk niet. Nee. En nou, daar was dus een infodag. En daar werd dus het een en ander uitgelegd van, kijk, heb je een strafblad, laat het vooral even weten. En dan kunnen we nog kijken wat we eraan kunnen doen. Uh-huh. En het zou zonde zijn van, als jij met je opleiding begint, we komen erachter dat je een strafblad hebt, dan gaat de streep door je opleiding en dan mag je al die kosten weer terugbetalen. Dat is jammer. Uh-huh. En als je het gewoon zo moet bekijken van waar je dus eigenlijk bent begonnen, uh-huh. Even gewoon in het kort, want je hoeft niet alles te vertellen. Ja. Gewoon even in het kort van hoe heb je het ervaren vanaf waar je aan bent genomen. Mm-hmm. Van waar je dus nu zit. Tot nu dat je dus bent geslaagd. Ja, in het kort, nou je krijgt heel veel support. Mm-hmm. En ook heel veel informatie. Heel veel informatie. Je krijgt ondersteuning waar je nodig hebt. Ja. Je moet natuurlijk wel zelf de regie houden, zeg maar. Van oké, ik wil dat, dus dan ga ik dat doen. En waar loop ik tegenaan? Geef dat vooral aan. Dan krijg je wel extra ondersteuning in als het nodig is. En waar je bijgestuurd kan worden. Mm-hmm. Dus ik bleef maar vragen van dit en dat. En ik, ja goed, ik haalde al, ze vonden al dat ik het goed deed, maar ik wil het nog beter doen, zeg maar. Mm-hmm. Want ja, ik ben natuurlijk weer iemand van examens, paniek situatie. Dus daar wil ik op alles voorbereid zijn. Mm-hmm. En wat ze deden was je zwaarder trainen, zeg maar. Dat ze moeilijker opgaven maken dan je op examen krijgt. Dus dan ga je al met even van, oké, die opdrachten die zijn moeilijk, die kan ik al. Maar mm-hmm. Je examen is dan alleen maar makkelijker. Ja. Dus dan haal je die stressniveau naar beneden. Ja. Dat is wel lekker. En wat wil jij andere mensen aanraden die je dus in de shit zitten? En eigenlijk zoiets hebben van, ik weet niet wat ik moet gaan doen of wat dan ook. Ja. Veiliger op zich is gewoon, er is altijd wel werk voor beveiligers, uh-huh. Eigenlijk. Uh-huh. En ja, je moet natuurlijk ook inzet hebben en een beetje snappers. Dat je het dus begrijpt. Ja, wat de bedoeling is. Ik bedoel, de wettelijke kaders zat ik echt tegenaan te hikken. Wat zijn nou wettelijke kaders? Nou, bepaalde wetten en regelgeving. Die is er. Maar kun je ze ook toepassen? En daar is dus van, oké, wat is jouw kader binnen de wet om te acteren als beveiliger? Wat mag wel, wat mag niet? Ja, gewoon even snel gezegd. Dus, als beveiliger heb je eigenlijk minder rechten en dan, een gewone burger. Ja. Vandaar die afkadering. Een veiliging van objecten, nou, dat gaat even kijken hoe maar je beveiligt je gebouw tegen brand, tegen inbraak. Ja, oké. Maar wat mijn vraag is, ja. Je telt af. Nee, maar ja. Wat wil je mensen meegeven die dus in de shit zitten? Ja. Wat en hoe ze iets moeten bereiken om dus eigenlijk weer aan het werk te gaan? Gewoon in het kort. Of niet helemaal uitgebreid, want dat is dus een random vraag. Je hoeft niet alles uit te breiden. Oké, als je in de shit zit, ga eventjes praten met UWV, zou ik zeggen. Probeer een uitkering daar te krijgen. Dat is hem dus ook gelukt. Dus al is het maar een klein beetje, al is het maar 100 euro in de maand. Ik noem maar even iets. Het is toch iets. Ja. En ze kunnen je daar verder helpen met dingen. Je moet en met natuurlijk banen. Ook, met banen en dergelijke. Je moet zelf wat natuurlijk ook. Wat jij dus leuk vindt. Ja. Je moet natuurlijk ook wel iets doen van oké, dat moet ik zelf doen. Moet ik zelf solliciteren. Heb jij een vraag aan mij? Ja, wat is er zo leuk aan random vragen? Random vragen? Ja. Dat is gewoon net zoals jouw werk. Ik noem geen namen, want dat is mij gevraagd. Mm-hmm. Jij noemt wel namen. Okay. Ja, dat is dus het probleem. Okay. En met random vragen is dus zodat je kijkers jou beter leert kennen. Oké. Okay.
Met vooral ook nieuwe kijkers. En die hebben dan iets van, hey, dat is leuk. Dat is grappig. En misschien willen ze wel meer weten. Zoals, wat zijn jouw sokmaat? Of jouw schoenmaat? Of wat is jouw kledingmaat? Gewoon in het algemeen. Okay. Of dat soort dingen. Of waar hou je van? Of ga je, hoe heet dat? Vind je dagjes uit leuk met Karin? Of waar ga je het liefst naartoe? Hè? Als je niet alleen thuis wil zijn. Of als je geen huismus bent. Of dat soort dingen. Mm-hmm. Weet je, ik wil ook wat meer proberen met Insta te doen. Mm-hmm. Als mensen vragen hebben aan ons, dat ze het kunnen vragen. En dat we dan ook dus misschien gewoon eens een keer weer een Q&A kunnen opnemen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort van random vragen. Een Q&A. Okay. Maar dan zelf bedacht. Okay. Bedachte vragen. Oké, duidelijk. Ja, dat dacht ik. Jij nog wat? Dat is wel heel snel, hè? Klaar. Want jij lult alles vol, maar zo moet het ook niet. Nee, oké, maar jij wil graag weg. Wat zijn jouw hobby's om ergens naartoe te gaan? Waar zou je naartoe willen gaan? Wat zou je willen doen? Wat ik zou willen doen, zoals dit vind ik dan ook leuk. Want dat kijk ik wel heel vaak via juf Charlotte Hoelboer. Dat ze dit samen doet met Sven. Mm-hmm. Als ik zijn naam goed vertel. Die doen dat ook, maar dan gewoon bij de KFC. Want dat vindt hij dan leuk. Ja. Dus ja, ja. Wat vind ik nog meer leuk? Gewoon dagjes uit. Niet altijd, maar eeuwig naar mijn moeder. Dat is ook wel leuk hoor. Maar ja, gewoon eens een keer boertangen. Dat is dus bij Groningen in de buurt. Hoe heet dat? Activiteiten zoals slagharen. Mm-hmm. Maar in deze tijd is dat gewoon heel moeilijk. Want bij sommige attractieparken moet je ook gewoon een mondkapje op. En dat... Daar heb ik gewoon geen zin in. Net zoals de Beverwijkse Bazaar. Vind ik ook leuk. Dat wou ik ook in principe gaan doen. Mm-hmm. In de zomer. Maar daar ga ik ook niet naartoe. Want daar is ook nu mondkapjes verplicht. Dus nou nee. Mij niet gezien. Nee. Nee, maar gewoon er lekker uit. Routes stippelen. Dat vind ik ook leuk. Dat jij gewoon eens een keertje. Gewoon eigenlijk een route gaat stippelen. Van oh, daar gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe. Dan kan elkaar mooie vlogs maken. Of mooie foto's maken. Dan gaat dat mee, dat mee, dat mee. Verras me. Dat vind ik ook leuk. Maar zeg niks waar we naartoe gaan. Dat is lastig. Dat is voor jou lastig. Want jij weet nooit hoe je moet rijden. Maar ik weer wel. Ja. Dat schiet niet op. Jawel, maar dat is dan gewoon kleine fotootjes maken. En dan stel je staat bij een verkeerslicht of wat dan ook. En ook al ga je wat vaker stoppen. Nou ja, sorry schat, maar ik moet even kijken. Want... ik heb wat in petto, maar ik ga een skeetje jou lekker verrassen. Dat zou zoiets. Oké. Okay. Verras mij, want dat vind ik leuk. Alleen, je blijft vaak hangen in hetzelfde patroon. Want als ik iets aan jou vraag, ja, maar als jij dat leuk vindt. Nee, het is wat wij leuk vinden. Want ik ook verleg, ja, maar als jij dat leuk vindt. Nee, zo werkt dat niet. Nee. Ik ben graag thuis, bij mij thuis. Ja, dat weet ik. Maar we zijn getrouwd. Mm-hmm. En we willen ook samen gaan wonen. Oh, ja. Daar ben ik ook hard mee bezig. Mm-hmm. Want ik ga gewoon weer voor een huurhuis. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. En jij gaat je woning lekker verhuren. Prima, best. Ik vind het helemaal goed. Helemaal goed. Ga eens aan de kant. Dus ja, dus dat. En als je samen woont, dan kun je ook niet zomaar terug naar je huis. Huur kan het wel. Wel van naartoe. Ja, maar ik ook. Op de fiets ook, lopend ook, maar... Duurt even. Ja. Dus ja, en nu staan we lekker hier en bij de mooie villa-wijk. Ja. In het groen. Huh? In het groen. En het is mooi groen hier, ja, ook dat. En als je dit zo ziet, zo, dan is dit toch wel een heel bekend overzicht wat je hebt gezien. Die kleine hier. Mm-hmm. Op en op Insta toen. Ja, ja. Dus, nee, maar... maar wat vind jij leuk aan mij? Leuk aan jou? Ja. Vind je leuk aan iemand? Nee, ik heb wel passie voor...
beeldmateriaal, zeg maar. In welke? Fotografie en filmen. Ja, zoals welke beeldmateriaal? Nou, zoals dat vloggen, zeg maar. Ja? Jij zegt, ik wil vloggen, ik wil filmen. Ja. Nou, hoe dat nou? Dan filmen dat en dan editen dat. Mm-hmm. Ja, maar ik weet niks van editen. Ja, dat weet ik dus weer wel. Nee, in het begin ja, was dat en ja. En nu weet jij eigenlijk meer van editprogramma dan ik. Omdat dit in het Nederlands is, dat snap ik niet. Heel raar. Zo moeilijk is dat niet hoor. Nederlands. Nee, maar wat vind jij leuk aan mij? Persoonlijk. Persoonlijk. Zal ik wat een paar opnoemen aan jou? Ja, noem maar eens. Wat vind ik leuk aan jou? Nee, wat en wat ik leuk vind aan jou. Kijk, deze en deze humor dus. Vind ik leuk. Je grappen en grollen als je dus Duits, zoals de Prins Bernhard gaat nadoen. Dus moet je nou dus even niet na gaan doen. Maar dat vind ik leuk. En ja, je passie ook gewoon nu voor je werk, dat je dat leuk vindt. Ja, gewoon je hele doen en laten. En soms dan kan ik daar niet tegen, maar dat komt dan puur omdat ik dan gewoon moe ben. En dan kan ik heel slecht dingen hebben. Mm-hmm. Net als ik dan mama aan de telefoon heb, dan kan ik ook heel slecht dingen hebben. Dan schuif ik het eigenlijk naar jou toe van, alsjeblieft, nee, maar dan ben ik gewoon moe. Mm-hmm. En dan kan ik gewoon heel slecht dingen hebben en dan ben ik heel snel emotioneel of boos of geïrriteerd. En jij zou dan zeggen geagiteerd. Ja. Dus ja, maar jouw lach vind ik ook wel leuk. Ja, nou niet leuk, maar dat vind ik mooi bij jou. Nee, nou goed. Misschien wil je het niet horen, maar je hebt gewoon een heel lekker kontje. Nee. Ja! En gewoon je hele persoonlijkheid. Oké. En sommige persoonlijke dingen, denk ik ook van, soms dan drijf jij door. En dan zeg ik ook wel eens, Ro, stop. En dan ga je stilstaan. Ja, maar ik ben gestopt. Nee, die bedoel ik niet. Maar gewoon het praten van iets en dan ga jij door. En dan zeg ik wel eens stop. Ja, en dan ga jij stilstaan. Ja, maar ik ben gestopt. Nee, dat bedoel ik niet. Eikolien. Als jij vraagt of ik wil stoppen, dan stop ik toch? Ja, dan stop jij wel. Maar dan is niet datgene wat ik bedoel. En dan kan je beter zeggen van schat, hoe bedoel je met wat moet ik stoppen in plaats van in één keer gaan staan en stop. Ja, maar ik ben gestopt. Nee. Ja, LUL. We zijn aan het rijden zijn. Ja, stoppen. Nou, dan ga ik even stoppen. Misschien is er iets dat jij wil doen langs de kant van de weg. Iets fotograferen of filmen. Ja, oké. Maar af als wij dus een discussie hebben. Ja. En dan ga jij ook wel eens door. Om dus ook jouw zin door te drijven. Of nog, ik wil wat vertellen. Ja. En dan ga je er ook in één keer doorheen. En dan een paar keer. En dan zeg ik er wel eens iets niet van. Of ik heb zoiets, ja, Ro, je gaat door me heen. En dan ga je weer door me heen. Terwijl ik iets. En dan zeg ik wel eens, stop eens even. Ja, maar ik ben gestopt. En dan ga je in één keer stilstaan. Ja, en ja. Dat is dus wat ik dan niet leuk vind aan jou. Oké, maar dan stop ik. Omdat jou mijn volledige aandacht wil geven. Ja, maar dan kun je ook gewoon met normaal lopen, vind ik. Als ze aan het rijden zijn, je zegt stop. Nou, dan stop ik even. Nee, ik heb het nou niet over het rijden. Ik heb het gewoon om over het lopen. Oké, nou, stop even met lopen. Nee, want daar kan ik dus niet tegen. Je loopt gewoon wel door, maar je moet dan gewoon stoppen met het praten wat je dan op dat moment doet. Want ik ben dan wat aan het uitleggen. Ja. Oké. Okay. Maar wat vind jij nou leuk aan mij? Wat vind ik leuk aan jou? Ja, je bent gevallen op mij. Anders waren we nou niet getrouwd. Nou, je had een bepaald gevoel, zeg maar, voor mij. Dat was wel prettig. En je begreep mij volgens mij. Dus op sommige opzichten opeens. Dat is heel prettig. Uh-huh. En we denken vaak hetzelfde. Ja, net zoals zeggen we het allebei hetzelfde in koor. Ja, klopt. Zoals vandaag ook weer, bij bepaalde auto's. Ja. Dat er iemand moe was. En dan zeiden we ook nog van, ja, we zeggen allebei, hij is moe. En dan zei ik in koor, en dat zeiden we in koor. En dan zeg jij ook weer, zeiden we in koor. Ja. Dus ja, dat is gewoon wel grappig, dat je gewoon op één golflengte zit. Klopt inderdaad als een bus. Maar mensen, ik wil jullie gewoon graag bedanken naar deze mooie random vragen. Doe vooral een leuk duimpje omhoog als je dit leuk vond.
Abonneer ook even en doe het belletje aan, want dan blijf je ook zeker op de hoogte met alles wat ik op YouTube plaats en YouTube voor mij online doet. Hey, dat scheelt weer. En ja, laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Doei.